Yo guys, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Vandaag zijn we bij een nieuwe video van Minecraft tutorials. En vandaag ga ik laten zien hoe jij Optifine op je computer kan installeren. Allereerst gaan we naar deze website, linkje zal hiervan in de beschrijving staan. En gaan we hier naar downloads. Hier selecteer je de versie die je wilt downloaden. Dan kan je hier op meer drukken. Toon alle versies en dan zie je hier zo alle versies, kan je hier ook op meer drukken. In ons geval willen we gewoon de allernieuwste, dus deze 1.16.5, dus dan downloaden we die ook. Klik je hem aan, dan kom je hierop. Klik hier nergens wat aan, want je hebt hier kans op virussen en dat is natuurlijk het allerlaatste wat je wil. Althans, dat heb ik mij laten vertellen. Vervolgens komt hier een skip button, die druk je aan. En dan kom je hier zo. Hier druk je op download. Nu zal Optifine worden gedownload. Het is geen schadelijk bestand, dus hier kan je ook gewoon op behouden drukken. Dan sluiten we deze pagina af. Hier komen we zo direct op. Dan gaan we allereerst nu eventjes naar je downloads. Daar komt dit bestandje te staan. Waarschijnlijk als je dit nou niet ziet, dit tekentje hier. Dat, weet ik veel, koffiekopje of zo. Als je dat niet ziet staan, doe je het volgende. We gaan naar deze website, Jarfix, en drukken dit aan. Linkje ook in de beschrijving trouwens. Die klik je aan. Ga je, ja, in mijn geval wordt het geblokkeerd, maar het is geen virus, echt waar. Dus dan druk je gewoon op ga door naar de site. En dan download die jarfix.exe. Weer terug en dan staat die hier. Nou, ik heb dit al staan, dus voor mij hoeft het eigenlijk niet. Maar ik zal even laten zien wat je dan moet doen. Dit bestand, druk je dubbel aan. Krijg je deze melding. Druk je hier op ja. Ja. En dan wordt het geregeld. En ja, zoals je ziet bij mij. Ik weet niet of je dat ergens kan lezen. Maar bij mij werkt die al maar zo fiction. Dat als je dit niet ziet staan. Dan doe je even zo vernieuwen. Dan heb je dit. Voordat je dit bestand gaat uitvoeren, moet je eerst even de Minecraft Launcher openen. En ja, ik heb eventjes alles gecleaned, zodat ik het met jullie goed mee kan doen. En start je de versie die jij van Optifine wil hebben, in ons geval 1.16.5, start je eventjes op. Dat ga ik dan ook nu even doen. Oké, zoals je ziet is Minecraft nu opgestart, dat is goed. Dan druk je vervolgens hier gewoon op Quit Game en gaat die weer weg. Als je dit hebt gedaan, dan zijn er standaard files van Minecraft gedownload en dan kunnen we beginnen met Optifine uitvoeren. Je drukt deze dubbel aan en dan komt dit venstertje. Hier druk je, dit hoef je niet aan te passen, hier druk je simpelweg gewoon op install. En dan komt dit in beeld, Optifine successfully installed, druk hier op oké. En als je dan nu terug gaat naar de Minecraft Launcher, dan zal je hier ook Optifine tussen zien staan. En als je hem dus nu opstart, zal je dat ook te zien krijgen. En stel dat dit nou niet werkt, hè. Stel dat als je Jarfix uitvoert en je krijgt een error dat je geen Java zou hebben. In principe zou je dat moeten hebben aangezien Minecraft op Java draait. Ga dan eventjes naar deze website, linkje in de beschrijving. En download hier de Windows Offline 64 bits en voer die eventjes uit. En dan nadat je die hebt uitgevoerd, probeer en dus gedownload hebt, probeer dan Jarfix. Dan zou het ook moeten werken. Nou, ik zal eventjes laten zien dat ik inderdaad Optifine heb naast dat je het hier ziet. Ik zal hem eventjes opstarten. Nou, zoals jullie zien is Minecraft nu opgestart en zie je hier ook Minecraft 1.16.5 modded. En als we naar options en video settings gaan, zal je hier dan ook shaders te zien krijgen en kan je je shaders toevoegen. Vonden jullie dit nou een toffe en handige video? Laat het dan zeker achter in de reacties. Doe een blauw duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. En dan zeg ik nog maar één ding en dat is later.